Er is oorlog in Sudan, waarom dat ben ik even kwijt. En Azerbeidzjan strijdt om iets in een al jarenlange strijd. De Turken vechten, dacht ik, onterecht in Koerdistan. En er is ook nog ergens oorlog om in het noorden van Iran. Ik snap er niks meer van wanneer ik naar die beelden kijk. Waarom doen we voortaan niet gewoon één oorlog tegelijk? Eén oorlog tegelijk, één oorlog tegelijk. Eén giro, twee partijen en dan verder geen gezeik. Gewoon gezellig, leuk, weer net als vroeger met het Derde Rijk. Eén oorlog tegelijk. Ik raak de draad volledig kwijt als ik naar Harmesize kijk. Van wie is dat stadhuis in puin en waarvoor vocht dat lijk? Is die vrouw nou echt vermoord of stelt ze zich maar aan? Wie is fout en wie is goed en wie heeft wat gedaan? Ik heb medelijden, plichtsbesef en oude kleren zat. Het is alleen dat ik zo graag wil weten waar en hoe en wat. Waarom doen we voortaan niet gewoon één oorlog tegelijk? Gewoon weer één partij, de goeie en de ander door het slijk. Typisch weer zo'n vissenkijk van Jeroen van Merrewijk. Eén oorlog tegelijk. De Koerden mogen oorlog voeren tot aan 16 maart. Daarna veegt China tot aan juni Tibet van de kaart. In juni, juli en augustus zijn de Tamils aan de beurt. In september wordt Somalië door rassenhaat verscheurd. De hele herfst en winter is er oorlog in het gos. Met kerstmis winterpauze en dan barst de hel weer los. Tussen twee gevechten door een leuke spot voor dentelfloss. Herhaling van de hoogtepunten, s'avonds bij de nos. Eén oorlog tegelijk, één oorlog tegelijk. Waarom doen we voortaan niet gewoon één oorlog tegelijk?